Mensen van YouTubers en welkom weer in Torpenpark. En we staan direct bij de volgende attractie, de Vortex. Ja, een kleine frisbee met een kanker achterin. Oké, let's. Ja, YouTubers. Right click. Ja. Yellow circle. Tik daar in het midden. Ja. Oh, tubercale. Let's click in de brug. Dit is ook iets wat ik op kermissen veel vind. Ja, maar dan veel kleiner met drie karmes, want dit zijn er veel. Oh, check dat die naar beneden gaan! Ja. Oeh, dat gaat echt naar beneden, man. Echt. Oh my gosh, oh my god, oh my god, oh my god! Een frisbee als deze staat nog in Drievliet. Jongen, met zoveel karren. Ik denk dat die van Drievliet wat minder karretjes heeft, maar dat is ook zo'n klein frisbeetje. Dat zijn unieke attracties in een pretpark, denk ik. Ook even opzoeken. Hij gaat opzoeken, mensen. Deze is een arm gaat scheef, dus dat is wel cool. Jammer dat je met je kop door die palen gaat. Ja, dat hebben mijn modellen, helaas. Als ik hem zie. Hij heeft hem eindelijk gevonden, mensen, wel jammerlijk. Ik weet niet of we vandaag klaar zijn met het park. Maar jongen, wat zit te proberen, jongen? Ik verwacht niet al te veel attracties niet meer. Ik verwacht niet te veel attracties meer, mensen. De Enterprise is er nog, die er nog een hangendagbaan is. Ja, maar rijdt is er ook nog. Of was die hangende nog in bouw? Jammer mensen, dan moeten jullie zeker niet dat er vuilnis eruit doorkomen. De beste hangende van heel de Benelux te vinden in History Park. History-park.surf.nu, EP12.2. Mensen, join vandaag. Dank u wel. Ja, en luister absoluut niet naar gezeik van hem. Zwaak man, dat is een goeie park. Mannen. Want die van naar de owner, mens. Ja, daarom is hem zo slecht. Zwaak man. Ja, maar jij niet werken. Dus loser. Meneer is ook nooit content, hè, jongen. Ik werk meer dan wie dan ook en nog altijd niet content. De volgende is de Zodiac. Ik heb de ingang ervan eens. Zie je het ook, hè? Drie Turkjes hier is de record. Dit is. Oftewel, ik ga ook even opzoeken. Het is of een Hus Enterprise of een. Ja, Hus. Of een zwartkop. Nee, dat is een huis daarnet. Ja. Allee, iemand in het park gaat. Als dat niet zo is, dan ga ik iemand neerhalen. Oh, die karretjes die gaan die draaien en echt wel. Ah ja, dat is zo. Hè. Dit zijn zo van die bakjes dat wij eigenlijk ook aan onze Enterprise zouden moeten hangen. Vaak is hier wel geen steek. Ja, dat is wat ik bedoel, hè. Die bakjes, dat is, zit er echt in. Dan mag je hier geen rijden, jongen. Dit maakt er nog heel veel lawaai zo van. Maar ja, dat zijn die motoren. Ik heb enkel nog al die Enterprise van Walibi Holland gedaan. Die was niet. Ik heb nog nooit een gedaan. Nee, ik vind dat niet slecht, een Enterprise. Ik vind dat heel tof. Allee, zeker, je zit daar niet in vast. Hè. Je zit gewoon in dat bakje helemaal los zonder buigen en alles. Ja, dat is met de zwaartekracht. Hè. Ja. En je gaat over kop, maar ja. Het is door de zwaartekracht dat je gewoon op je plek blijft zitten. Ja, tot dan, als die kar zou stoppen, hè, dan valt je wel. Als die zou recht staan en die stopt met draaien, dan valt je wel. Ja. Dan val ik tegen het plafond van een kutkarretje. Als die fucking traag zou draaien, aha. Dan zit het de zaak. Oké, mensen. Top. Oké, dan gaan we nu de volgende attractie. Nog een paar rides die we gaan uitzoeken, mensen. Ja, tot die moeten we even zoeken, natuurlijk. Ah ja, hier bent hij. Hey Apple. Oké, hier hebben we. Maar hier is ze. Van 0 naar. Maar 80 per uur, dat is wel traag. Nee, het is miles per hour, dat is rapper dan per uur. Ah. In 2,3 seconden. Ik zal eens zien dat hij is in kilometer per uur. 128. Ja, ik snap daar niks van. Dus als we zo. Even opgezocht. Het ik zo de nacht. Ah, die andere wachter werkt weer niet, wacht even. Ah, 129 per uur houdt hij dus. Net. Dus dat is een King Dakar. Ja, zoiets, ja. Oh ja, je ziet die statoren, joh. Ja, dat zeiden we net dus ook al in de vorige video, ja, mensen. Mensen, jij ja, is een beetje de middel worden. Jonas. Praat, maar het was geen altijd edit. Jongen, hier zitten gewoon letterlijk schouwerbeugels in.
En nu alles groen. Oh, die gaan naar beneden een beetje. Dat dit Spa's Ride is. Ja, dit is dan wel een van de rapste achtbanen van Europa. Dit is... Engeland hoort niet meer bij Europa, fuck hun. Jawel. Nee jongen, die heeft toch Brexit. De rapste, ja, maar wel een saai jongen, duurt maar 5 seconden. Ja, King Dakai is op één na rapste ter wereld, maar of dat veel voorstelt, nee. Inderdaad. Hey, 129 per uur, dat is juist. Dat is juist over Silverstar, een paar per uur gaat die rapper. Maar dat wil dus wel zeggen dat Shambhala bijvoorbeeld er al boven zit in de Furious Baco. Teacups. Stormina teacups. Allee, ja. Oh. Maar dat staat hier vol met zatten, jongen. Hey boy, teacup Jens, goede honden mensen, jammer dat Jens dat niet kan zien. Die theepot hier in het midden is wel scherzen, hè. Laat zien. Ja, dat is een zelfgebouwde. Oh my. Okay, shit. Ik denk dat hier meer zatten op staan dan dat eigenlijk zou moeten. Ja, ik ken dat, hè. Minecraft bouwt alles lekker vol. Die van ons is redelijk leeg, onze take-upjes ride. Jammer. Eigenlijk hadden we onze theekopjes anders moeten maken, maar dat zou moeilijker geweest zijn, dus ik heb het maar op de simpele manier laten doen. En we kunnen dat veranderen nog, Danny. Ja, zeker niet als we modellen gaan neerzetten daar. Warp, wet, 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 dan weer. De hek. Kom. Moet je op gaan zitten. Hè? Wat? What the fuck? Fuck is dit? Oh ja, dat is een klein glijbaan. Zo'n glijbaan kunnen we ook maken op in het waterpark, hè? Ja, dat gaan we doen, hè. Mensen, ik denk dat we rond zijn hier. Op een paar attracties waarop we nog moeten wachten. Maar dan was dit Torpenpark. Wel een klein park als dit ook in real life zo is. Maar het ziet er wel een cool park uit. Als het kan zou ik er zeker naartoe gaan. Dus dit was Torpenpark, maar we zijn nog niet klaar op de server, want Alton Towers is het volgende. Ah ja, de hangende achtbaan, die was denk ik ook nog niet open. Nee mensen, ik verwacht het niet, dus dan was dit Torpenpark. Dus tot de volgende video, tot in Alton Towers. Ciao!